Dames en heren, welkom bij een goed nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar Slagarmid. Ik heb hier namelijk ook ooit een keer een video over gemaakt van een hele rare gozer die het alleen maar had over dat zijn dingen, hele vieze vieze. Misschien hadden we wel meteen moeten beginnen met dan werd er minder gelul. En nu heb ik dus een gloednieuwe aflevering. Deze keek ik ook vaak door, zodat mensen zeiden van je hebt die eerst gecheckt, maar deze misschien nog wel raden. Het is zo ongemakkelijk. Daar heb ik in principe geen zin in, maar ik ga toch kijken. Heb je nog andere leuke afleveringen, van welke zin ook, stuur het me zeker. Voor de mensen die kijken van, cool, maar ik wil even te zien dat je een cursusverkoop kapot maakt. Ook dat komt eraan natuurlijk. Laten we maar gaan kijken. Dan wil ik jullie graag voorstellen aan een nieuwe sponsor van mij, namelijk CyberGhost VPN. Oké, ik heb u even een luren gelegd. Met meer dan 17 jaar ervaring en miljoenen gebruikers is CyberGhost de VPN die je nodig hebt. Tenminste, als je een beetje geeft om je veiligheid en privacy. Kan je het voorstellen dat je gewoon kan surfen op het internet zonder dat iemand met zijn prikkende ogen zit mee te kijken? Dat wil je niet. En of je nou thuis bent, op reis, dat maakt helemaal niks uit. CyberGhost heeft overal je back. Maar er is nog meer. Ik was laatst toevallig in Servië en ik wilde mijn serie verder kijken die ik in Nederland ben begonnen. In Servië was dat gewoon niet mogelijk. Die serie bestond gewoon niet. Dus even naar CyberGhost. Typte ik Nederland in, klikte ik op de knop en toen kon ik alle series kijken die ik normaal in Nederland ook kan kijken. Dus ik kon gewoon mijn serie verder kijken zonder gedoe. Alleen dat is het al 100.000% waard. Je kan zelfs kiezen uit duizenden servers uit meer dan 100 landen. De serie die ik keek was op HBO, heet Exit en die was gewoon niet te kijken in Servië, maar wel in Nederland. Je kan CyberGhost op elk platform gebruiken. PlayStation, Xbox, telefoon, laptop, computer, bureau, niet bureau doors. En het mooie is, dat hebben niet veel abonneebedrijven, maar deze wel. Met één abonnement kan je 7 verschillende apparaten beveiligen. Dus jouw telefoon, de laptop van je moeder, de iPad van je vader. Kan allemaal met één abonnement. Maar wat kost een abonnement dan? Nou, geen scheet. Want ik heb voor jullie een speciale aanbieding. 83% korting als je via de link in mijn beschrijving een abonnement neemt op CyberGhost. 83% korting, hè, waar zie je dat nog? 2,03 euro per maand. Maar mocht je na het uitgeven van die 2,03 euro toch denken, ik ben niet tevreden, heb je 45 dagen money back guarantee. Je zegt, ik ben gewoon niet tevreden, krijg je gewoon je geld terug, geen vragen, je krijgt gewoon terug. Je hebt dus genoeg tijd om te zien of dit het helemaal waard is voor jou, of niet. Dus nu, link in mijn beschrijving en koop CyberGhost VPN. We zijn thuis bij Camille. Oké. Een topfitte gozer die... Wauw, hij heeft allemaal luchtjes in zijn... Camille heeft allemaal luchtjes in zijn ding. Thuis bij Camille. Top, film eens even zijn huis, dat een is perfect. Top... Hij heeft echt heel veel luchtjes, man. Hij heeft hier drie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Jezus man, hij zal wel lekker ruiken die Camille. Fitte gozer die in de beveiliging werkt. Werkt in de beveiliging, oké. Ik hoor zojuist, hij werkt in de beveiliging. En dat was het einde van deze video. Ik ga hier geen grap over maken. Denise. Zij wil een sportieve jongen, yes, die niet meer ieder weekend brak in zijn bed ligt. Nee, sportieve jongen. Hey, nou, dan zit je wel goed met Camille. Camille! Ik heb iets voor je meegenomen waar Camille gek op is. Oké. Okay. Dankjewel. Heerlijk. Wauw, handig dat zij het fixen voor haar, hoeven ze niet zelf te halen. Oké, voor als je twijfelde waar Camille woont, dan weet je het nu echt zeker. Het is dus nummer 100. Hoi. Hey. Oh, voor je meegenomen? Ja, zeker. Weet je, om het ijs te breken. Alsjeblieft. Nee, maar je hebt het niet meegenomen. Je hebt het net gekregen. Je hebt het echt letterlijk 5 seconden geleden gekregen. Dus waarom zeg je niet gewoon, ik heb het gekregen? Want hij gaat dit ook terugzien, Denise. Hoi, ik ben Denise. Hey. Leuk je te ontmoeten. Hoe heet je? Camille. Hoe heet je Camille? Amy? Nee, Camille. Oké. Ja, is goed. Sorry, thanks. Waar kom je eigenlijk vandaan? Al van de Rijn, ken je dat? Al van de Rijn, leuk. Het is wel ver, of niet? 50 minuutjes rijden. Oh, dat valt wel mee. Ja. Nee plaats. Ja. Oh, ja, oh, ik dacht dat je wel. Dat is wel vroeg. Ja, oké. Bro! Ja. Nee plaats. Ja. Hij wil zeggen neem plaats en hij wijst zo en zij geeft een knuffel. Ah! Oké, maar hij pakt het wel goed op. Hij geeft wel een knuffel terug. Zijn we schoenen uit kunnen doen? Oh ja, zeker. Kom maar met die schoentjes. Bro. Oh ja. Gooi ze uit het raam. Mag dat? Nou, liever niet. Ja. Wel een leuke foto, man. Ik gooi je schoenen uit het raam. Je woont hier thuis met je ouders? Of? Klopt, ik woon nog bij mijn ouders. Ja, ik ook hoor. Jij ook? Ja. Ja, mijn ouders komen uit Polen. Mm. Oh, vind je het mooi van je woont bij je ouders? Ja, mijn ouders wonen in Polen. Ja. Dus? Ze denken dat ik uit Polen kom. Jij uit Polen? Ja, maar dat zeggen ze van, ja, je hebt geverfd blond haar, dus dan lijkt je Pools. Ik kan ze wel een beetje gelijk geven. Oh! Ja, echt? Oh, oké. Okay. Als ik tegen mijn vader zeg dat jij uit Polen komt, dan geloof je dat. Ik denk niet wat daar gaat over. Oké, nou. Het is wel apart, zeg maar dat. Zo, hij wil ding snel. Huh? De 1 minuut verder, hij heeft wat dingen opgezopen. Jezus, Camille, rustig aan, ik zou weer zenuwachtig zijn, maar kom op, man. En wat doe je in het dagelijks leven? Werken. Ook heel veel sporten. Oké, en wat voor sport? Gewichtvest. Kun je zien hoe zwaar dat is? Ja, is goed. Dus dit heb je dan op, zeg maar. Ook, bijvoorbeeld, ja. Ja. Ja, kijk voor je hoofd. Ja. Gewichtvest. Nou, leuk. Hoe staat hij me? Perfect. Je kan zo een ijzer shirt. Ja? Ja, nou, mode. Dat was mijn mode. Camille laat er geen gras over groeien. Hij ketent Denise meteen vast met zijn gewichtsvest, maar wij moeten door. En wel naar Drenthe, waar Leon op ons wacht. Huh? Hoi.
Kom maar naar binnen. Deze creatieve jongen heeft bijzondere dingen in zijn slaapkamer hangen. Wat top! Hopelijk schrikt dat zijn date straks niet af. Je ziet er toch een beetje zenuwachtig uit, Leon. Ja, ben ik ook wel, maar ja. Zou het over Leon gaan dan, die zo ongemakkelijk? Ik vond die allemaal niet heel ongemakkelijk, hoor. Je laat er nou een random persoon juist binnen dan. Dat doe je toch niet zomaar. Ik ken zijn hoofd ergens van, man. Zal je daar hebben? De 18-jarige Dakar, die wordt afgezet door haar moeder. doet ze dat bij al jouw dates? Dit is eigenlijk mijn eerste date ooit. Dus, wat lief. Het is de eerste keer dat ze me afzet. Zo, dat is lekker. De eerste date. Jezus, wat een verschil van kamer, man. Tussen hem en die andere. Ik heb het gevoel dat hij stinkt. Ik heb echt gevoel alsof hij zwaar stinkt, man. Hi. 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 Dakar. Hoi, Leon. Hi. Leuk dat je er bent. Ja. Ben je zenuwachtig? Bro, er hangt daar gewoon een heel groot bord met hoeren. Ja, toch wel. Het is toch wel gek om bij iemand thuis te komen. Zomaar, ja. Waar kom je vandaan dan? Zwolle. Zwolle? Ja, dus... Oh, chill. Nou, welkom in de chaos van mijn kamer. Ja. Holy. Nice, ja. Oh. Wil jij wat te drinken? Mag wel water alsjeblieft. Zal ik water voor het pakken? Oké, cool. Wat water. Ik voelde eigenlijk niet eens zo heel veel spanning. Het voelde wel vertrouwd, omdat ik gewoon gaat. Voelde vertrouwd. Er is echt niks hier aan wat vertrouwd voelt. Het voelt bizar ongemakkelijk. En er hangt heel groot hoer. Er hangt gewoon heel groot hoer. Ja. Gaat hier zo zien. Ga zitten of zo. Ja, het is raar toch? Ik was een beetje aan het rondkijken. Heb je broers en zussen? Ik heb een zusje. Die is 17. Ja. En jij? Nee, ik ben zelf 18 en ik heb ook een zusje van 17. Oh, cool. Hoe oud ben jij? Ik ben 19. Ja. Ja. Ja, cool. Ja, ik heb nu voor het eerst dat ik dit aan het kijken ben en ik denk van, ik weet niet of ik het einde van deze video ga halen. Als een Yusu. Ik weet het niet. Wat is dan de reden waarom je dan opgeeft? Eigenlijk is dit mijn eerste date. Ik moet even de zonnebril op. Ooit. En dit sprak me gewoon heel erg aan omdat het zeg maar iets nieuws is. Gewoon iets unieks. En daar heb ik wel wat behoefte aan. Ja, cool. Ze heeft behoefte aan iets unieks. Dan heb je, kijk, heel eerlijk hè, als een Pimmy niet op vast. Maar zij, het is haar eerste date en ze heeft behoefte aan iets unieks. Waarvan ik denk van, maar je weet helemaal niet hoe een normaal date is. Dus hoe weet je dat? Ten tweede, lijkt zij mij niet het type die als eerste date iets unieks nodig heeft. Als in, je zou denken dat ze een super excentriek en constant praten, gillen, schreeuwen. Dat je echt denkt, die is net te gek. Maar dit is gewoon een, lijkt mij, gewoon een normaal chick. Toch? En wat werk je dan? Ik werk in de horeca, in Zwolle theaters. Je hebt, zeg maar, cool. In Zwolle heb je de Spiegel. Ja. Hij ligt er wel geïnteresseerd bij, moet ik zeggen. Dat is wel top. Take a seat. Yes. Oké, okay, gaan we terug naar de ander. Laat maar wat horen. Speciaal voor jou. Dit heb ik speciaal voor jou geoefend. Dankjewel. Eigenlijk moet ik wel een keer gaan spelen en oefenen. Ja, dan zing ik wel een liedje voor je. Nu? Nou ja, als we samen het gaan oefenen of zo, ja, dat kan. Nou, ik heb nog wat meegenomen. Wow, serieus? Ja, zeker. Ik dacht, het is leuk voor me. Nee, Ken je dit? Ik heb niet gespeeld, meisje. Dit was bizar ongemakkelijk, man. Ik denk misschien dat het doorweg is, omdat ze allebei heel ongemakkelijk zijn. Niet eentje, maar gewoon letterlijk allebei. Oh. Kan populair, zeg maar. Maar dit is, zeg maar, wel de familieversie, hoor. Dus het zijn niet van die hele weerde vragen. Het zijn eigenlijk een soort van situaties die gewoon eigenlijk vet kut zijn, maar die je wel eens meemaakt gewoon in het dagelijks leven. Dus situatie vet kussen, maar die wel eens meeraakt bij het dagelijks. Zoals bijvoorbeeld, je bent je billen aan het afvegen en dan ga je met je vinger door het papiertje heen. Maar dan heb je zeg maar niet door dat je door het papiertje heen gaat. Dus dan heb je blijkbaar al poep in je vinger, maar heb je niet door. En daarna denk je, loop je naar die keuken. En dan denk je, ik heb zin in een snoepje. En je pakt een snoepje, dan heb je van die lekkere tutummetjes. En dan pak je een tutummetje met die poepvinger. En doe je het in je mond en smaakt heel je tutummetje naar poep. Ik ben benieuwd wie hier tussen zit. Dan ga je eigenlijk een soort van raten van hoe erg is deze situatie. Oké, wat is de situatie? Je mobiele telefoon ontploft in je gezicht. Dat is kut. Het gaat tot 100. Nee, je loopt over straat, bam, telefoon. Ja, dat is wel erg. 90 of zo? 97,5. Kijk. Bedorven melk drinken. Dat is echt heel heftig voor mij. Ik drink veel melk. Ja, voor jou is het misschien erger dan, maar wat denkt dat ding, zeg maar, de ellende? 20? Ja, hij is wel... Ik vind het wel een leuk spel, 31, man, om te doen. Maar ik vind dat je... Dankjewel. Dan hebben. Kan je elkaar beter herkennen en dan zie je ook van, nou, ene drinkt, hij drinkt bijvoorbeeld heel veel melk. Nou, dat is toch fijn om te weten. Maar je hebt trouwens een hele sikke naam. Kijk. Dank je. Hoe kom je nou tot die naam? Ik heb hem nu bedacht. Hij heeft ook een groenbak op zijn kamer. Waarom heeft hij een groenbak op zijn kamer? Bro, is deze guy niet ooit geweest bij Verboden te Lachen? Bro, dit is hem! 100%! Toch? Chill. Hallo. Vandaag ga ik jullie morele kompas testen. Door middel van de volgende performance. Dit is hem! God, het is eigenlijk best wel koud. Ik heb eigenlijk wel jeuk. Nee, heb ik het nou koud of heb ik eigenlijk jeuk? Ah!
heeft de Tiel hier gepikt. Andere vraag of je misschien. Nou, Matty Schuur. Maar oké, hij is dus niet homo, want hij heeft nu een date. Maar ik herkende zijn hoofd en ik weet niet waarvan. Hij was die rare gozer bij onze verboden te lachen. En nu heeft hij dus een date. Nee. Dat was fijn. Nee. Ja, dat was wel vet. Ja. Waarom heeft hij op zijn tafeltje spaghetti in een plastic bak? Spaghetti! En daar zit je dan. Heb je nu nog steeds twijfel dat je denkt, kan ik maar terug? Of nee, ik ben vrede mee. Ik vind het prima. Ja. Het is toch gezellig. Ja, ik had ook iets zo van, ja, als het niet leuk is, heb je weer een grappig verhaal voor later. En als het wel leuk is, ook goed, weet je wel. Het is gewoon... Ja, maar het zou wel crazy zijn dat als wij nu kinderen zouden laten krijgen en je moet uitleggen dat je mee hebt gedaan aan een datingprogramma van Poont. Dat zou ik gewoon niet willen vertellen aan mensen. Niet? Dus alles wat hier gebeurt, niemand hoeft het te weten. We zijn elkaar in een bar tegengekomen. Ja, ja. Crazy. Ja. Ja. Ik vraag me wel één ding af, hè? Ja. Je bent in mijn kamer en dan kijk je rond. Is er niet één ding waarvan je denkt van, oh, wow, deze guy spoort niet. Hij heeft een bordje. Jawel hoor, en er zijn natuurlijk meer dan één ding. En namelijk, ik denk over alles. Ik zie hier ook dingen van Jesse Hoeven. Ik zie hier een logo van Gio. Ik zie hier het logo van Smoor, Ambu. Wat? Spoort niet. Hij heeft een bordje met hoer in zijn kamer. Ja, inderdaad, dat is heel raar. Dat is heel vreemd, inderdaad. Dat verbaast me niet zoveel bij een jongen van 18. Gewoon 19 of zo, ik weet niet. Dat... Wat? Oh, maar zij is echt lief, man. En hij wil gewoon heel graag heel raar gevonden worden. En zij vindt eigenlijk alles prima. Dat is echt heel chill. Oh, ze gaan nu bellen. Yo, hoor je mij? Het is nu gaande, zeg maar. Ze is nu naar de wc. Nou, ik ben gevlucht naar het toilet. Nee, het gaat heel goed. Ik vind het echt leuk hoeveel we in gemeen hebben. Hé? Hey? Maar zit ik naar iets heel anders te kijken? Misschien moeten jullie die dates eens wat te eten geven. Ik heb speciaal gekookt voor jou. Echt waar? Beste gerechten. Oh, kan je goed koken? Ja, ik kan wel koken. Pos, manier. Nou, ik heb het klaar. Gelukkig zit er komkommer bij. Maar dit heeft hij niet gemaakt. Je moet toch eten maken? Hij heeft gewoon sushi gekocht. Er zit komkommer bij. Yes. Maar je eet dus dan ook niet vaak sushi? Nee. Ik vond het voordat ik zeg maar vegetariër was, vond ik het wel lekker. Maar... Ja, vegetariër eet je geen sushi. Alleen dat zou voor mij al een reden zijn om geen vegetariër te worden, man. Er zijn vast vegetariërs die het kijken. Ik vind, ik heb echt zwaar veel respect voor jullie dat jullie dat voor elkaar krijgen. Wat is er? Nee, niks. Ja, ze zijn droog. Ze zijn niet lekker. Maar hoe kun je dit jappen? Ik weet het niet. Je hebt hier 12 stukjes sushi. Holy. Droge sushi. Het gaat toch om het idee? Het gaat om het idee, ja. Wil die flesjes water? Jezus, schenk dan een glas water in, man. Hij drinkt natuurlijk geen water uit de kraan, want Nick op hij heeft gezegd dat je dat absoluut niet moet doen. Nick op hij, daar zou ik misschien binnenkort wel een leuk video over kunnen maken. Ja, ik vind het leuk. Oh. Ik ook. Ja, ik weet niet of ik de hele tijd... Kijk in de camera als je geholpen wil worden en meteen weg wil gehaald worden. Ja, ik weet niet... Oké, help haar nu. Ik de hele tijd een date idee had of zo, maar dat is misschien ook niet nodig per se. Gewoon elkaar leren kennen sowieso. Ja. Ik vond het wel eng of zo, maar ja, je bent gewoon hartstikke lief. Laat een keer naar een stuk theater gaan of zo, zou ik zeggen. Dat lijkt me ook leuk. Zullen we dan nummers uitwisselen? Ja, tuurlijk. Let's go. Bro, maar ik snap hier gewoon niks van. Hoe kan dit? Als in, hoe kan dit? Hoe, hè? Dat waren toch twee heerlijke matches. Nou, we zijn nu lekker koffie aan het drinken. Yes, nog een ijskoffie. Ja. Yeah. Wow. Leuk dat je er was. Leuk dat je mijn kamer hebt toegelaten. Thanks voor de rommel. Dat kun je zelf. Montering zo. Moet ik dat zelf opruimen? Ja, dat komt wel goed. Dat kun je wel. Nou, oké. Okay, doei. Ja, doei. Holy, dit was ongemakkelijk. Maar, wel weer een geslagen date. En daar zijn we blij mee, dames en heren. Hopelijk vond je het leuk. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En heb je CyberGhost VPN nog niet aangeschaft? Doe het nu. Via de link in mijn beschrijving krijg je 83% korting. Maar 2,03 euro per maand. En 45 dagen money back guarantee.